Nederland is een klein landje, toch kunnen we soms grote verschillen in weer waarnemen. Op sommige plaatsen in de winter 8 graden met regen en op andere plekken, in het noorden bijvoorbeeld, temperaturen onder nul en sneeuw of ijzel. Als dat het geval is, ligt er een zogenaamde luchtmassascheiding precies over Nederland. Zo'n luchtmassascheiding of luchtmassagrens heeft dus alles te maken met koude lucht die vanuit het noorden komt opzetten en zachte lucht uit Zuid-Europa die naar het noorden beweegt. En de oostenwinden die zorgen voor de vrieskou die naar het zuiden zakt en de zuidwestenwinden voor de aanvoer van zachte lucht. En beide komen ergens, in dit geval boven Midden-Nederland, met elkaar in botsing en dat is dus een luchtmassagrens. En vooral aan de zuidzijde levert het niet heel veel spectaculair weer op, want daar valt gewoon regen. Iets wat we heel vaak in de winter zien. Maar aan de koude kant gaat de neerslag over in sneeuw. En als zo'n luchtmassagrens een aantal dagen soms wel boven ons land blijft liggen, dan kan dus aan die noordelijke kant her en der een flink pak sneeuw vallen. Heftig weer dus aan de noordzijde, aan de koude zijde van zo'n luchtmassagrens. Want aan de zuidzijde, daar zien we sneeuwvlokken vallen, halverwege smelten en regent het met soms temperaturen in de dubbele cijfers. Maar aan de andere kant is die hele luchtkolom onder nul, valt de neerslag dus als sneeuw en kan zich sneeuw ophopen. En dat levert dus die soms grote verschillen op tussen Noord- en Zuid-Nederland. Ook een spannend gebied is precies op die grens tussen beide luchtsoorten. Want soms is die oostenwind zo sterk dat de koude lucht aan de grond al wat meer terreinwinst kan boeken, terwijl op hoogte de wind nog zuidwest is. Dan krijg je een lopje met wat warmere lucht, sneeuwvlokken die vallen, die smelten en de regendruppels moeten dan vervolgens door een veel koudere luchtlaag die onder nul is en dan is er sprake van ijzel. Een voorbeeld waarin dat gebeurde een aantal jaar geleden is begin januari 2016. Terwijl op veel plaatsen in Nederland regen viel, viel in het noorden van het land bij temperaturen van zo'n 4 graden onder nul sneeuw en ijzel. Op sommige plaatsen kon meerdere dagen achter elkaar op straat geschaatst worden. Ook begin februari 2001 hadden we een luchtmassagrens precies boven Nederland liggen. Terwijl in het zuiden flink wat regen viel, viel in het noorden een heel weekend lang met enige regelmaat sneeuw. En in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe viel op sommige plaatsen zelfs 20 centimeter sneeuw. En in een strook dwars over het land viel ijzel. Vooral op de Veluwe leverde dat wat problemen op. Maar als we het over ijzel hebben, moeten we ook de ijzelramp van 1987 natuurlijk benoemen. Een situatie begin maart waarbij in grote delen van Nederland gewoon regen viel. Maar in het noorden, bij temperaturen iets onder nul, viel op sommige plekken zelfs 30 mm aan regenwater. Overal zette zich toen in die noordoostelijke helft van Nederland een flinke laag ijs af. Elektriciteitsmasten wisten af te breken. Bossen raakten zwaar beschadigd. Sommige bossen zelfs 80% beschadigd door die ijslaag. En omdat het daarna nog bleef vriezen, bleef die ijslaag ook nog eens bijna 2 weken liggen. Uiteraard moeten we dan ook de winter van 1979 benoemen, want ook toen lag Nederland vaak dwars onder zo'n luchtmassagrens. Er viel regelmatig ijzel, sneeuw en op 14 januari 1979 trok de oostenwind zo sterk aan dat er zelfs sprake was in het noorden van het land van een sneeuwstorm.